Dat is echt heel veel, hè? Vijf. We komen terug, hey, we maken een comeback. We komen winnen. Calvin, wat? We komen winnen. Calvin, wat? We zijn binnen. Om die overwinning te innen. Wauw. Merry Christmas. In de grote YouTube-show strijden elke aflevering twee YouTube-duo's tegen elkaar. Als een team een spel heeft gewonnen, mogen ze draaien aan het rad om punten te verzamelen. Het team wat aan het eind van de aflevering de meeste punten heeft gedraaid, wint. Welkom bij de grote YouTube show met vandaag een Eskimo. Het is koud. Vind je niet koud? Nee. Ja, toch, het is koud. Koud. We staan eruit Joël en Iris. Zijn jullie een beetje op elkaar ingespeeld? Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja, het is dat hoop al in klik. Ja, toch? Ja, want jullie praten ook de hele tijd door elkaar heen, dus het gaat helemaal goed komen. Ik word vergezeld door Boas. Wat denk je? Ja. Is het jouw... Oh, ik dacht je gaat zeggen dat ik een salto moet doen. Ja, oké. Okay, nee, ik wil ook dat je geen salto doet. Is het jouw expertise? Spelletjes? Komt helemaal goed. Vandaag strijden we voor een prijs. Niet zomaar een prijs, maar een... kaaspakket. Wat? Een kaaspakket. Lekker. Dus ik heb er zin in. Kaas. Yay! Yay, is oud, is oud, jong, belegen, wat is het? Different styles. Met stipjes erop, zonder stipjes. Oud, jong, Beemster. We spelen vandaag een aantal spelletjes. En de winnaars van deze spelletjes mogen dus draaien. Elke keer als je een ronde wint, ram je dit rad even door. Spelletje ermee. Zeg jij wel eens ja? Soms. Zeg jij wel eens nee? Soms. Zeg jij wel eens Te vaak. Dat is het spel van vandaag. Geen ja, geen nee, geen Zoals altijd beginnen we met, denk ik wel, mentaal het zwaarste spelletje van de dag. De Dula, je kijkt alsof je doodgaat. Ja, ja, wat? Dus eigenlijk geef je niet echt antwoord. Je moet wel antwoord geven. Ik begrijp het. Wie van jullie gaat het doen? Maakt mij niet uit. Huh? Wil je? Jij? Is goed? Ja. En jij mag het doen. Ja? Ik ga het proberen. Oké. Okay. 90 seconden. Als je drie keer ja, nee of hebt gezegd, ben je af, is het klaar. Mag je kappen. Als je 90 seconden volmaakt, dan heb je netjes gedaan. En dan is het dus aan Boas om dat te evenaren. 3, 2, 1. Iris Endhoven. Wat staat er hier? Wat is je achternaam? Wat is je achternaam ook alweer? Nou. Iris Endhoven, toch? Ja, toch. Oké, dat is 1. Wist het, ik zag het gewoon. Heb je nog een beetje werk te doen sinds corona? Het gaat zeker wel goed. Ja, wat doe je allemaal dan? YouTube. Ontzettend veel. Ontzettend veel? Ontzettend veel. Okay. Wat vind je leuker, Instagram of YouTube? Ja. Zo, dat was snel. Hij was je echt aan het trikken. Je moet langer dan 31 seconden volhouden. Dat moet lukken. Oh, sorry. Ik heb echt gefaald voor ons team. Jij ging mijn gamen. Ja, toch? Hij is gek. Ja, we pakken hem terug. Ja, ik moest sowieso terugpakken. Kom goed. 3, 2, 1, start. Je heet Boas, toch? Dat klopt. Hoe gaat het met je? Gaat goed? Heel goed met mij. Ik ben blij. Jij post elke dag om 2 uur een video op YouTube. Is niet te veel voor je? Niet echt. Het is soms wel heel veel, maar het gaat nog goed. Heb je wel eens een dag gemist? Nog niet. Waarom? Omdat ik het heel goed volhoud. Altijd? Tot nu toe wel. Het zal vast een keer komen dat ik een dag mis, maar voor nu toe... Heb je een voorbeeld? 31 seconden voorbij. Lekker. We mogen stoppen. Het is klaar. Ik heb echt goede vragen gesteld. Mijn gaming, hij gaat nog steeds goede antwoorden. Dat kan niet. Kan niet geen ja of nee zeggen. Wat is met jou? Dit is de show, hè? Moet je even alleen laten? Nee. Kom goed. Ga maar door. Ik ben er gewoon. Boas, aan jou de eer. Je mag draaien. Oh. 9. 9 punten. Wij hoeven straks maar één keer op de 75 en dan zijn we weer helemaal zijn. Dat hebben jullie afgemaakt, neef. Dat betekent dat er nog van alles mogelijk is. Tijd voor spelletje nummer 2. Stelling. Gras is groen. Waar of niet waar? Ik heb hier een aantal stellingen. Die ga ik aan jullie voorlezen. Jullie mogen zelf bepalen of dit waar of niet waar is. Elk goed antwoord is een punt. De koning mag stemmen. Niet waar. Nee. Fout. Oh my days. Alleen vrouwelijke muggen steken. Waar? Ja. Klopt. Stieren reageren op de kleur rood. Niet waar. Dat is goed. Net zoals een vingerafdruk is je tongafdruk uniek. Waar? Laat het waar doen. Waar? Ga door. Echt... Waar? Het is waar. Klopt. Krokodil kan zijn tong uitsteken. Niet waar. Ja, is goed. Koud water bevriest sneller dan heet water. Niet waar. Goed. Wanneer een worm in tweeën wordt gesplitst, dan worden het twee dieren. Kiekiebel, blijf. Oké, waar? Fout. Oh. Dat was hem. Wow, we hebben best wel. Hey. Iris en Joël. Jullie hebben 5 goed. Dat is echt heel veel, hè? 5. We komen terug, hey, we maken een comeback. Een beetje... We komen winnen. Calvin, wat? We komen winnen. Calvin, wat? We zijn binnen. Om die overwinning te innen. Wauw. Olifanten kunnen springen. Nee. Is goed. Neuriën in je adem inhouden is mogelijk. Nee, want je blaast altijd een beetje uit. Niet waar. Niet waar. Ja, dat is wel goed. Een giraf heeft een blauwe paarse tong.
Ja, koeien wel. Giraf denk ik ook. Zullen we gewoon doen? Ja, waar? Oeh! Je hebt veel kennis in die hassen van je, man. Honden zijn kleurenblind. Ja, dat is zo. Waar? Waar? Kut! Een goudvis heeft een geheugen van 3 seconden. Niet waar. Langer of wat? Langer. Oké. Okay. Niet waar. Oh my days. Je bilspier is de sterkste spier van het hele lichaam. Nee, is je tong. Ja, volgens mij ook tong. En hoeveel hebben we er? Volgens mij al 6. Ja, goed. Nee. Ja, je hebt toch... We hebben 5. Nee, jullie hebben ook 5. Nee, we hebben ook 5. Iris, wacht, laatste vraag. Hier gaat het dus om. In de ochtend ben je langer dan in de avond. Ja, 100%. Is dat zo? Ja, omdat je licht gaat je kraakbeen uit. Ja, het zijn zulke domme dingen dat ik dit weet. Dus we gaan voor waar? Ja, het is waar. We gaan voor waar? Ja, dat is helaas. Lekker. Op 1 punt. Op 1 punt. Ja, Boas, jongen, ik zou lekker draaien als ik jou ja? was. Lukt. 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 Leuk, kijk, kijk, leuk. Ja! Nee, nee, nee. Dit was zo eng. 100 points, ouwe. Oh, we kunnen nog op Lut komen. Ja, oké, okay, maar die kans is zeg maar 1 op... Nee, dat is mogelijk. Dat is possible. En? Merch, let's go. Er zijn er deze maand maximaal 31 stuks. Kun je nou kans maken op die hoodie? Laat dan even je Instagram achter in de reacties. En volg mij op Instagram, @Calvijn. Dan maak je kans. Wat als ik jou vertel dat we misschien nog wel vaker dan 1 keer gaan draaien? Tijd voor de volgende ronde. Vraag jij jezelf wel eens af, wie ben ik nou eigenlijk? Nee, niet zo vaak eigenlijk. Oké, dat is vandaag wel wat je moet afvragen. We gaan namelijk Wie ben ik spelen. Een spel waarin je iemand bent, maar je weet niet wie. Je stelt vragen en je teamlid zegt ja of nee. Ik denk dat het chill is als jij hem opdoet. Ja. Toch? Want jij denkt dat jij goed mensen weet en dan kan ik ze misschien omschrijven. Ja. Ja, toch? Ja. En waarom heb je er gekozen voor, Joe? Pro hebben altijd gelijk. Wil jij hem op je hoofd? Steenpje schaar. Winnaar doet hem op zijn hoofd. Oké. Okay. Jij mag hem op je hoofd doen. Ben ik een man? Nee. Porter? Nee. Acteur? Nee. Presentator? Nee. Kan je nog meer allemaal zijn? Blond haar? Nee. Bruin haar? Ja. Heb ik echt een talent? Ja. Zingen? Ja. Nederland? Ja. Reintje Oosterhuis? Nee. Ik ben oprecht bang dat ik niet eens ken. Jolante? Nee. Ik denk dat ik hem echt niet geraden. Ja, ik mag ook geen hints geven. Yes! Oké, okay, nou, dat is ook een uitkomst. Ik snap het wel, want zij is niet voor de hand liggend. Kijk maar. Ah. Maar zelf wel een bekende man, toch? Nee, haar vader is het. Oh, vader is dat natuurlijk. Of broer. Ja. Broer, ja. Wij kunnen het ook nog verpesten, hè? Jullie kunnen het ook nee, nog verpesten. Nee, waarom zeg jij dat? Lekker voor jullie. Yes. Oh my days, breath. Laten we beginnen. Ken jij deze persoon? Ja. Is de man? Ja. Is hij onder de 30? Nee. Is hij boven de 40? Nee. Is hij bekend van tv? Ja. Is hij bekend van het nieuws? Ja. Presenteert hij iets? Nee. Is hij altijd de gast? Nee. Nee. Oké, dus hij is op tv, ja. Hij is niet de gast en hij presenteert niks. Nee, maar hij komt gewoon op tv. Dat is super makkelijk. Ja, dat is super makkelijk. Jullie hebben het niet geraden hoor. Ja. Blijf vragen stellen. Oké, is het een sporter? Ja? Een voetballer? Ja. Voetbalt hij bij een internationale club op dit moment? Hij voetbalt, niet bij een Nederlandse club, niet bij een internationale club. Het is geen coach, maar het is wel voetballer. Ja. Ken ik deze persoon? Moed. EK of WK gespeeld? Ja, 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 ja. Is kaal? Ja. Wesley Sneijder! Wauw! Wauw! Jena, fantastisch! Wauw! Goed nieuws, jullie mogen draaien. Wauw. Ik ga er nog iets bij vertellen. Namelijk, dit is niet de laatste keer dat er wordt gedraaid. Dus alles kan nog. Oeh, dat is jammer. Hé, hey, nog maar 110 jongens. Nu is het spannend. We gaan namelijk een schattingsvraag doen. Zoals bijvoorbeeld, hoeveel mensen in Nederland hebben autisme? Ja, dan zeggen jullie een getal en dan zeggen wij hoger of lager. Stel we zeggen hoger en het is hoger, dan mogen wij draaien. Stel het is lager, wij hebben het dan dus fout, dan mogen jullie. En dat doen we dan een paar keer? 2 keer. Oké, okay, de vraag is, hoeveel kilo kaas eten wij als Nederlander per persoon per jaar? Ik denk dat je echt op 3 komt of zo. Ja, oké, okay, maar verjaardagen, hè? Verjaardagen loop je echt door te kaas. Die blokjes. Ook in de pasta. Ja, kaasfondue, kaas op je brood, kaas bij het ontbijt. Ik denk dus gemiddeld best wel wat. 5 kilo en 420 gram. 5 kilo, 420 gram. Daar gaan we voor. Ik denk meer, want er zijn heel veel dagen in een jaar, zeg maar. Hoeveel kilo heb jij per jaar? 6. 6 kilo? Ja. We gaan naar boven zitten. Ja? Ja, we gaan naar boven. Hoeveel is het? 17 kilo? Ai, 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 Hollanders.
Je mag draaien, of één van jullie mag draaien. Ik durf gewoon niet te kijken. Ik ook, ik was mijn ogen net ook dicht. Oh. Oh. Come on, come on, come on, come on. Oh, oh mijn god. Wow. Mooi drie rondjes. Het zit ons echt niet mee vandaag. Jullie laatste kans. Voor hoeveel miljoen hebben we in Nederland uitgegeven aan vuurwerk in 2019? In 2019? Oh, dit heb ik in totaal. In totaal, is wel echt veel, hè? Ik denk dat het rond 200 miljoen euro was. 200 miljoen, dus dan van vorig jaar. Was niet zoveel als dit jaar, want vorig jaar zeg maar, was er nog geen corona, weet je. Vuurwerk is nu verboden. Ja, maar daarom willen ze het nog meer doen. Laten wij samen iets minder dan zeg maar van dit jaar. Maar niet heel veel, dus we praten over misschien 30 miljoen minder wat ze dit jaar wilden halen. Is echt logisch. Oké, okay, dus we zeggen 170 miljoen. Mensen houden echt van vuurwerk. Moet. Kijk, zij gaan dan sowieso eronder zetten. En het is net kut als wij 170 zetten en zij zeggen erboven en het is straks 180. Jij hebt gelijk. Dus liever all the way. 200 miljoen euro. Juist. Maar het is wel veel. Vroeger stond ik altijd op de hoek van de straat gewoon met mijn rotjes de hele dag dit te doen. Ja, maar er was ook altijd één iemand in de straat die gewoon al voor 5000 euro aan vuurwerk kocht. Ja, ik denk hoger. 17 miljoen Nederlanders. Ja, maar je hebt ook nog bedrijven die grote vuurwerkshows en die kosten gewoon al. Ja, maar ik denk meer, man. Om en nabij 10 euro per Hollander is meer, man. Sowieso meer. Meer dan 200 miljoen. Dit is zo spannend. Hoeveel is het? 70 miljoen. Oeh, nee! We mogen draaien. Hollanders vreten alleen maar kaas en kopen veel te weinig vuurwerk. Yes. Voordat we draaien, abonneer even op mij. Het is nog steeds december, elke dag feest, jongens. Come on! Come on! Come on! Come on, come on! Nee, me niet, hè? Nee, me niet. Ja, ja, ja! Nee! Oh. Hey. Maar het is wel meer dan net. We hebben verloren al. We hebben verloren. Nee, we doen nog één ronde. Nee, please. Dit is wat het is. Helaas, ruik er even aan. Zoveel kaas. Ook nootjes. Oh, yummy. Ja. Hij is voor jou, Boas. You did it. Bijdragen aan die 17 kilo. Dank jullie wel allemaal. Ja, vond het leuk om te doen. Zat niet mee, maar ik kom er nog steeds in winnen. Boys, dit was alweer de laatste aflevering van de grote YouTube show. Mocht je nou denken, oh, dit was zo leuk, laat het even in de reacties weten. Misschien maken we volgend jaar wel gewoon een heel seizoen. Als Linda de Mol niet boos opbelt. Want dat kan natuurlijk zomaar gebeuren. De groeten, hè?